En iemand die propaganda bedrijft, hoe kan die dit nou gebruiken om effectief die propaganda te voeren? Met name die identiteit natuurlijk aan te scherpen. He, wij Nederlanders, wat een volk. He. Altijd pro. Dominee en koopman, nietwaar, in de stormwind van de zeedijk. He. De strijd tegen het water. Nou ja, je kunt daar van alles bij verzinnen. He. Maar ja, ik vind het tot op heden raar dat je trots bent op iets waar je zelf niks mee te maken hebt gehad. Het Verlossum, kunt u mij horen? Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg ons op Spotify. Ja. En ben je wel eens op het boekenbal geweest? Jazeker ben ik het boekenbal geweest. Ik heb een dure eed gezworen dat ik nooit meer naar het boekenbal zou gaan. Waarom niet? Wat een waardeloos feest. Wat een vervelend soort van mensen ook. Waarbij ongeveer de helft daar op een soort van aapjeskijkerij is. Ik vond het afschuwelijk. Echt. Aan het boekenbal is alles verkeerd wat er in die wereld verkeerd is. Terwijl er toch ook wel mensen die hele goede boeken schrijven rondlopen. Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Hoe beter het boek wat ze geschreven hebben, hoe kleiner de kans dat ze daar graag willen rondlopen. Het is irritant, modieus. Ik kan ooit, jaren geleden was er een borrel bij mijn uitgever. En ik dacht, goh, wat leuk. Ik was daar ook voor uitgenodigd. Ik geloof dat dat altijd een beetje eind augustus is of zo. Ik denk, wat leuk, want dan kan ik dan met, er zijn natuurlijk andere schrijvers en ook wel wat schrijvers die ik best wel eens zou willen spreken. Dus ik ga naar die borrel toe. En ik moet eerlijk bekennen dat ik een heel prettig gesprek heb gehad met Jan Terlouw. Dat was een leuk gesprek, maar al heel snel bleek dat het overgrote deel van het publiek bleek die typisch Amsterdamse jeunesse dorée te zijn. Allemaal ongelooflijk irritante, pretentieuze kletsmajoors die volgens mij nog nooit iets van hun leven hadden geschreven. Die daar gewoon gratis kwamen drinken. En de hele sfeer, de stemmen, wat mensen tegen elkaar zeiden. Ik moest er niets van hebben. Ik heb sowieso heel weinig met dit soort van collectiviteit. Ik vond het vervelende, irritante, pretentieuze mensen. Wat zeiden die mensen dan? Ja, vervelende dingen. Modieuze dingen. Het was modieus volk. Modieus gekleed. Modieuze stemmen. Weet je al, ik dacht al heel snel, goed, ik heb het gesprekje met de Lau, dat was leuk. En ik ben zo snel mogelijk weer vertrokken. Nooit meer naar een borrel van de uitgeverij. En waar had je het met de Lau over dan? Weet ik al lang niet meer. Want ja. Het is 10 jaar geleden of okay. Zo. Het was nu weer, hè, dat bal. Tenminste, ik zag het ergens voorbij komen. Wees blij dat je er niet heen hoeft. Wees blij dat je er niet heen kan. Mensen zijn altijd jaloers op mensen die naar het boekenbal gaan. Dames en heren, wees niet jaloers. Knijp uzelf in de armen en zeg, oh, wat een zegen dat ik niet naar dat klotenbal hoef. Hè? Hoe is het ook alweer? Het is pas feest als Harry is geweest. Hè? Harry Moelis, dat was het. Ook allemaal even irritant. Hetzelfde als de televisiegala, denk ik. Ook zoiets, hè. Moet je nog niet aan denken dat je daarheen hoeft met zo'n propellertje voor. Dat is nog veel en veel erger. Zo'n strikje. Dat is stomme Oscar-uitreiking, ook zoiets. Ook te vergelijken daarmee natuurlijk. Oké. Okay. Nee, wees blij dat u niet naar... Organiseer uw eigen partijtjes met uw eigen kennissen. U mag net zo verzuipen als u wilt. Kan maar allemaal geen bal schelen. Maar ga niet naar zoiets wat een soort renommé lijkt te hebben. Het is al dat soort van dingen. Hoe heet dat verschijnsel ook? FOMO heet dat toch? The fear of missing out. Ja, mensen zijn altijd doodsbang dat ergens anders het ware leven zich voltrekt. Grote artiesten samenkomen. Mensen, ook grote artiesten, ik zweer het u, zijn in het dagelijks leven strontvervelende mensen. Die rare tics hebben, waar u helemaal niks mee heeft. Je kunt hele lijsten maken van schrijvers die of aan de drank waren, of half gaar. Of nou, ga zo maar door. Geloof nou niet dat ergens anders zich een schitterende, heerlijke, gouden wereld afspeelt waar u niet bij hoort.
Maak iets van uw eigen leven. Ja. Nog even over Oekraïne, want zo kwamen we op dit gesprek. Ja. Hè, dat zij dus lid zouden worden. Ja, sorry, we zijn afgedwaald. Van de EU. Moet Van der Leyen ook nu strategisch rekening ermee houden dat als ze deze stap zet, dat het een provocatie kan zijn richting Rusland? Nou, dat kan volgens mij. Ik weet niet of dat ook in die oorspronkelijke verklaringen stond van Poetin, maar die ging over de NATO. Precies. Dat de NATO zichzelf, sterker nog, moest terugtrekken uit het oostelijk deel van Europa en naar het midden van Europa. Dat was het. Op zichzelf, het zonnetje is net tevoorschijn gekomen, kun je natuurlijk ook wel positieve kanten zien aan de ontwikkelingen die zich daar hebben voorgedaan in Oekraïne. Omdat als we even kijken naar de oorspronkelijke eisen van Poetin, dan is het duidelijk dat die niet meer gerealiseerd kunnen en zullen worden. En dat is natuurlijk een vergaande achteruitgang, of liever gezegd terugtrekken van de NATO, of van het westerse veiligheidssysteem, als je het zo wil noemen. En bovendien zou er een regering, een Rusland-vriendelijke regering in Kiev moeten aantreden. En in feite zou de Oekraïne je kunt niet anders zeggen dan een wingewest van Rusland moeten worden. Dat, als je even terugkeert naar die oorspronkelijke eis en die boze toespraak die hij die hield, dan dat zit er niet meer in. Dat is zo, dat is duidelijk. En de kans dat Rusland volledig de baas wordt in de Oekraïne zit er niet meer in. Ik denk overigens, of dat kan. Ik heb nogmaals, laten we steeds de nadruk op leggen, dat niemand precies weet hoe zich dit verder zal ontwikkelen en hoe lang dit gaat duren. Maar het zou wel, denk ik, bijzonder nuttig zijn als de Russen tenslotte ook in de Donbass min of meer verslagen worden. Omdat je natuurlijk als de Russen in de Donbass goed zouden winnen, en als er een soort van lastig te aanvaarden compromisvrede uit zou rollen, dan zal Poetin zeker zeggen, zie je wel, ik heb toch gewonnen. Hè? Ik heb meer dan toen ik begon aan dit avontuur. Misschien is niet alles geweldig gegaan zoals het moest gaan. Dat zal hij ook niet zeggen overigens. En dat betekent natuurlijk dat je blijft zitten met Poetin. En dat hij over... Hij kan nu een weinig aantrekkelijke compromisvrede sluiten die hij verkoopt als overwinning. En dan zitten we over 5 jaar weer met hetzelfde probleem. Dat hij weer ergens begint te kloten. Wie weet, tegen Finland, waar ze nu misschien iets meer neiging hebben om lid van de NATO te worden dan ze traditioneel hadden, al zie ik het niet 1, 2, 3 gebeuren. Want? Nou, dat kleven toch allerlei risico's aan, lijkt mij. Als het niet nodig is, moet je het niet doen. Ja, we hebben het ook over Finlandisering gehad, dat vinden de Finnen helemaal niet fijn. Finland is natuurlijk wel lid van de Europese Unie, daar zou ik het voorlopig bij laten. Hij gaat nu in ieder geval groeperen en hij gaat vol op inderdaad de Donbass. Daar gaat hij vol vechten. Ja, dat hergroeperen, dat klinkt ook allemaal enorm deftig. Dat hij dat allemaal even van hup, hup, hup gaat hergroeperen. Dat het leger van hem is toch heel zwaar aangetast in allerlei opzichten. Dat heeft enorme verliezen geleden. Het moreel is slecht. Dat zal niet 1, 2, 3 verbeteren, neem ik aan. En dat zie je natuurlijk ook aan dat wangedrag van die soldaten in dat suburbia van Kiev, waar we het misschien even over moeten hebben zo. Dus dat zal ook nog niet zo simpel zijn. En dan is maar de vraag dus hoe succesvol de Russen daar zullen zijn, gezien het feit dat ze tot op heden bepaald niet erg succesvol zijn geweest, behalve dat het meesterlijke schutters zijn als het gaat om torenflats waar je een raket op schiet. Maar goed, ik heb al eens uitgelegd dat wij tweeën dat ook zonder al te grote moeite zouden kunnen uitvoeren. Ja, en er wordt dus ook gezegd, Klingendaal heeft het gezegd, bloedige strijd gaat lang duren. Dat is niet in een paar weken gedaan. Nou, dat zou kunnen. Ik zou zeggen, Klingendaal weet, hoewel ze daar een stuk deftiger in zijn en een heel groot pand zitten, in overigens een prachtige tuin. Waar zit Klingendaal? Ik was gisteren bij dat... In Den Haag. Oh, zit ook in Den Haag. Ik was gisteren bij dat Center voor Strategische Studies. Dat zit ook in Den Haag. Daar is volgens mij Rob de Wijk van. Ja, precies. Ook een mooi pand trouwens. Die is daar de baas van, ja. En nou, Klingendaal zit ook, Zeiss Inquart zat daarin in de Tweede Wereldoorlog. En ja, god, ik kan je beschrijven hoe je er komt. Ik heb er vaak college gegeven. Maar... En ik wil verder niets ten nadele van Klingendaal zeggen, maar die weten evenmin wat er in de komende weken gaat gebeuren dan ik.
of enige andere persoon. Hè. Niemand weet precies hoe dit gaat aflopen, hoe die strijd zich ontwikkelt, hoe dat strategisch en tactisch in elkaar zit. Het gaat toch om hele grote hoeveelheden terrein. Hè. Laat ik nog eens wijzen op de immense afmeten. De Oekraïne is het grootste Europese land na Rusland. Als je Rusland althans als Europees land wil beschouwen. En de Donbass is volgens mij zo groot als Nederland? Ik denk groter. Ik denk dat die twee stukken, Luhansk en Donetsk, dat samen groter is dan Nederland. Dat weet ik nou niet uit mijn hoofd, maar in feite is vrijwel altijd alles groter dan Nederland. Nou, niet Andorra en Monaco, maar we staan dichter bij Andorra en Monaco dan bij de Oekraïne qua grootte. Wat ik wel interessant vond, wat dus ook, dat was volgens mij dan niet van Klingendaal, maar andere instituties die zeiden van die bom die dus op dat treinstation is afgevuurd, die had een lading, die was niet om een spoor mee te vernielen. Daar was het te licht voor. Dit was echt bedoeld voor burgerslachtoffers te maken. Dat stond ook op voor onze kinderen, hè, op die raket. Ja, dat weet je ook niet wat er precies de tactische boodschap was voor onze kinderen. Is dat dan een wraakoefening van Russische kant? Of is het, laten we zeggen, de bedoeling dat je denkt dat het toch eigenlijk door de Oekraïne zelf is afgeschoten, zoals ze natuurlijk meteen zeiden. Hey, want ja, de Russen hebben hun leugenmachine niet waar, die draait permanent op volle toeren. Het is natuurlijk een bewind wat zichzelf verliest uiteindelijk in zijn eigen leugens. Kijk, als je maar vaak genoeg liegt, waarschijnlijk hebben ze ook naar Trump gekeken. Dan is iedereen er zo aan gewend dat je altijd over alles liegt, dat er nooit iets waar is, dat mensen het ook laten we zeggen, links laten liggen. Dat was bij Trump ook het geval. Kijk, als iemand twee keer per jaar een leugen vertelt, is het een ernstige zaak. Want dan, oh jee, en heeft, nou, en als je één keer per, hoe minder je liegt, hoe opvallender zal het zijn wanneer je wel liegt. Als je altijd liegt, zoals Trump, dan word je op het punt van liegen als een hopeloos geval gezien. Ja. Wat is nou de kern van de juiste werking van propaganda? Wat ze natuurlijk aan beide kanten, Oekraïne doet er ook aan mee. Ja, dat is dat je systematisch de dingen mooier of anders voorstelt dan ze in feite zijn. Heel veel mensen zijn maar heel oppervlakkig geïnteresseerd in de nieuwsvoorziening. Die zijn vaak gepreoccupeerd vanzelfsprekend met hun eigen dagelijks leven en de daaraan verbonden problemen. Dus die zullen zich niet verdiepen in hoe het eigenlijk precies in elkaar zit en of het wel klopt en of het hetzelfde is wat ze vorige week gezegd hebben. En hebben ze niet 2 jaar geleden iets heel anders gezegd? Hoe zit dat dan eigenlijk? Nee, dat doen de meeste mensen natuurlijk niet. En bovendien hebben de meeste mensen een enorme behoefte om zich emotioneel te identificeren met het land, de streek, de stad waar ze zijn, waar ze bij horen. Denk aan de volkomen psychopathische opwinding die zich van Nederlanders meester maakt als we het leuk doen bij een voetbaltoernooi. Terwijl ja, waarom dat is, wat zijn die voetballers? Voor die voetballers is het leuk en voor de trainer is het leuk, maar wat kan mij schelen of Nederland wint of verliest? Je bent in principe als verstandig mens bij een voorstander van het feit dat de beste ploeg wint met het beste voetbal. Dat is leuk. Het zou heel vervelend zijn als je eigen, tenminste in mijn ogen, als je eigen ploeg met gemeen achterbaks voetbal, weet ik het, met Catenaccio zoals dat heette, het wereldkampioenschap wint. Maar zo denken we de meeste mensen helemaal niet. We hebben toch steeds het gevoel als iemand een hardloopwedstrijd wint, dat die Nederlands is, ja, weliswaar geïmporteerd uit Ethiopië, maar toch die Nederlands is, dan raken we dus in een staat van grenzeloze opwinding, alsof we het zelf hebben gewonnen. Dat is een soort heel sterke identificatie. Nou, dat speelt natuurlijk in de oorlogstijd sowieso en misschien nog wel heftiger. Voordat je geestelijk zover bent dat je ziet wat een flauwekul dat is. Hè? Je mag je overigens best wat mij betreft identificeren met je natie en waar je geboren bent en opgegroeid. Maar doe dat dan aan de hand van het landschap of het weer of misschien eventueel een lange historische traditie. Maar zorg wel dat je redelijk op de hoogte bent van wat die traditie dan eigenlijk inhoudt. Maar ik vind die identificatie met dit soort van, nou ja, denk aan de Max Verstappen historie. Hè? Jarenlang was Nederland reet geïnteresseerd in de Formule 1. Ik heb alles het voorbeeld gegeven toch.
Als binnenkort blijkt dat de Nederlandse zakloper de beste zakloper ter wereld is, dan zal plotseling onze televisie permanent gevuld worden met reportages over het zaklopen. En hoe die zakken eruit moeten zien. En dat die jongen die dit kan, die stamt af. Zijn opa was ook al een heel succesvolle zakloper. En nou ja, dan komt die hele machinerie van die godvergeten mediawaanzin, die begint weer te draaien. Maar dat is het fijne van een land als Nederland. Dat je ook kritische dingen zijn er ook. Daar kun je ook kennis van nemen. En je hoeft er niet naar te kijken. Niemand dwingt je om er naar te kijken. Je kunt je tijd beter gebruiken natuurlijk dan bij hysterische sportverdwazing. En iemand die propaganda bedrijft, hoe kan die dit nou gebruiken om effectief die propaganda te voeren? Met name die identiteit natuurlijk aan te scherpen. He, wij Nederlanders, wat een volk. He. Altijd Paul, dominee en koopman, niet waar, in de stormwind van de zeedijk. He. De strijd tegen het water. Nou ja, je kunt daar van alles bij verzinnen. He. Maar ja, ik vind het tot op heden raar dat je trots bent op iets waar je zelf niks mee te maken hebt gehad. Vertaal dit naar Rusland. Dan zegt Rusland dus, kijk eens eventjes wat voor succes we boeken. Ja, Rusland. Kijk naar wat Poetin steeds beweerd heeft. Hè. Wat Rusland, dat is toch een superieure staat. En daar zit dat gekke gevoel bij. Aan de ene kant hebben de Russen altijd een diep minderwaardigheidscomplex ten aanzien van West-Europa. En tegelijkertijd compenseren ze dat door zichzelf superieur te voelen. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de kritische geluiden. Hoe weeg je dat dan als je daar kennis van neemt, van die propaganda en de kritiek? Hoe weeg je dat dan? Nou, dat is heel lastig in landen waar de overheid de media volledig kan besturen. Dat weten we. Maar kijk, als het nieuws heel slecht is, dat spreekt zich rond. In landen waar, laten we zeggen, sprake is van een totale beheersing door de overheid van de media, krijg je al heel vaak een onderstroom van, je kunt enorm veel propaganda maken, maar als er plotseling geen eieren en boter te koop is bij de supermarkt, dan heb je wel het gevoel dat er iets aan de hand is. En dat spreekt ze rond. Je hebt vaak ook een hele subcultuur van lollige grappen over de overheid die eigenlijk helemaal niet doet wat hij zegt. Dat is er wel. Maar dat moet op gang komen en heel veel mensen, dat blijkt ook nu trouwens in die Oekraïne-crisis, bijvoorbeeld heel veel Russen die geloven heilig in wat Poetin zegt. En ik denk pas als het echt grond, nou ja, zoals à la Afghanistan, waar dat de hele tijd doorgeziekt heeft, dat heeft per slotverrekening zo'n 10 jaar geduurd, dan ontstaat dat denk ik ook in dat soort van samenlevingen wel een onderstroom die zo krachtig is dat dat niet meer te stoppen valt. Ja, en dan zeggen deskundigen ook, Poetin die wil niet de waarheid vertellen, maar als hij al twijfel zaait bij de mensen die dit tot zich nemen, heeft hij al zijn doel bereikt. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Je kunt dat ook in Nederland, denk ik. Ja, in principe luisteren wij toch ook vooral naar positief nieuws over de eigen natie. En negatief nieuws wil je toch wat minder horen, wat minder graag horen. Denk aan al die dat sportgedoe. Hè? Dat heeft wel als gevolg dat mensen zich identificeren met de natie. Denk aan dat oranje. Een lelijker kleur hadden we eigenlijk niet uit kunnen zoeken. En oranje is de kleur van onze natie. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, maar daar doe je niet meer heel veel aan. Want dat is een feit. Nee, daar doen we heel bar weinig aan, Willem van Oranje. Dus daar doen we bar weinig aan. Zoals ik in alle opzichten bar weinig kan doen aan dingen die me niet aanstaan. Is het nou zo dat mensen nog steeds kijken naar hoe Goebbels het in de Tweede Wereldoorlog heeft aangepakt? De koning van de propaganda? Ja, maar natuurlijk, het is natuurlijk onzin dat Goebbels de propaganda zou hebben uitgevonden. Een land in oorlog, en althans zeker sinds dat democratische rekenschap gegeven moet worden, zal een land in oorlog propaganda voeren. Frankrijk, het revolutionaire Frankrijk, voerde ook propaganda. En van waar dateert onze moderne democratie in grote trekken, zeg maar vanuit de Franse tijd van de Franse Revolutie. Voor die tijd waren er wel aanzetten en had je wel oligarchieën en die min of meer redelijk functioneerden, neem de Nederlandse Republiek. Maar echt een moderne democratie met parlementaire verantwoording en dat geronk over de natie, dat dateert uit de Franse Revolutie en alles wat daarna gekomen is.
Ja, en sinds die tijd, als oorlog wordt gevoerd, wordt er ook propaganda gemaakt voor die oorlog. En hoe deed Goebbels dat? Nou, door fantastische toespraken te houden. Het is een raar ventje, die Goebbels. Hij was mank. Maar dat is van hem ook. En er zijn natuurlijk al die toespraken van, hoe heet het? Nou, het zijn natuurlijk niet alleen toespraken, maar Goebbels kon fantastisch spreken. Er is ook van Goebbels een toespraak in het Sportpalast in Berlijn. En dat is eerste klas werk. Kan je verzekeren, dan moet je een goede spreker zijn, wil je daarmee wegkomen. Nee, dat was natuurlijk een enorm apparaat wat van allerlei controleerde de filmindustrie, wat er op de radio kwam en nou ja, denk aan dat van die fameuze film Triumph des Willens, dan heb je een beetje een idee hoe dat werkte. Of ga kijken in Nuremberg, hè? De restanten en de ruïne van dit systeem ligt er nog. Indrukwekkend trouwens. Als je dat ding binnenloopt waar die hal die nooit voltooid is, die een beetje op het Colosseum lijkt. Ga kijken. Wat was zo goed aan die toespraak van hem dan? Nou ja, dat hij die 4000 man, dat hij die eigenlijk in zijn hand houdt. En dat hij die weet te fascineren. Hè? Dat is lastig werk hoor. Zeker als het wat langere toespraken zijn. Ja. En een paar minuutjes is dat altijd wel te doen natuurlijk. Maar, haal jij dan ook trucjes uit die je zelf toepast? Ja, maar ik ben een heel ander type van spreker. Ik heb niet de geringste behoefte om mensen te emotioneren of wat dan ook. Maar natuurlijk haal je het. In principe probeer je een rapport met zo'n zaal te maken. Dus dat kun je het beste doen aan het begin door een beetje te klungelen. Of nou ja, een kopje thee in te schenken. Er zijn allerlei methodes daarvoor. Als de koffie op is, te vragen. Nou, of er iemand van achter de coulissen een nieuwe kop koffie. Er zijn mogelijkheden legio om dit soort van dingen te doen. Maar ik ben veel meer van het terloops opereren dan. Ik gaat er mij niet om dat ze als de voorstelling is afgelopen in Rotte van 3 achter mij aanzingen door de stad trekken. Nee, maar Lord, daar gaat het niet om. Dat is helemaal de bedoeling niet. En dat was Goebbels zijn doel wel? Ja, zeker, natuurlijk wel. Maar in Rotte van 3 kon je je dood laten schieten vanwege het regime, bij wijze van spreken. Ja, ik hoop eigenlijk alleen maar dat, nadat ik gesproken heb, dat mensen iets beter nadenken over een aantal dingen die ik aan de orde heb gesteld. Dus dat, ja, stijlen van spreken zijn heel verschillend. En zijn natuurlijk aangepast aan de omstandigheden. Dus we hebben het al gehad over Mussolini en Hitler. Ja, dat zijn opruiende leiders. Mensen die grote, sterke sentimenten willen. Dat doet Poetin niet, hè? Poetin houdt wel toespraken, maar het is niet dat. Ja, dat was duidelijk. Bovendien, hij gebruikte tv voor toespraken. En tv vraagt een heel andere stijl dan een grote zaal. Een grote zaal is. Een levend publiek is anders dan de tv. Ja. He, bij de tv moet je het ingehouden houden, een beetje ironisch spreken. Nou ja, Ronald Reagan, een fantastische tv-spreker. He, die wel een toespraakje kon houden in een zaal, dat kon hij best. He, een prima, hoe heet het, prima acteur. Maar de tv vraagt een andere benadering dan als je in een zaal met 4000 mensen moet spreken. Ja, we hebben Joop den Uyl en Rutte tijdens de coronacrisis gehad. Ja, maar die zitten achter een enorm lelijk bureautje in dat lullig betimmerde kamertje van het torentje. Hè? Met dat portretje van Thorbecke achter zich. Maar nogmaals, dat is anders. Bovendien worden die van de autocue gelezen. Hoewel ik denk dat die fameuze korte toespraak van den Uyl, dat die uit het hoofd deed, om misschien een papiertje voor zich had liggen. Maar in principe gaat dat natuurlijk allemaal van de autocue. Ja, ze worden wel nog steeds aangehaald. Hè? En ook nu we weer met een energiecrisis te maken hebben, dan heb je het weer, dan komen die beelden weer terug van toen. Ja, of je dan alweer zo'n toespraak moet houden, dat weet ik niet. Laten we eens even afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja. Maar Poetin is trouwens wel. Tegen de tijd dat we echt in de kou komen te zitten, dan kunnen we daar iets verstandigs over zeggen. Nou, we gaan nu ook naar de zomer toe, hè? Of in ieder geval naar het voorjaar. Dus, ja, dat scheelt dus dan. En je weet, we leven uiteindelijk allemaal bij de dag. Dus zolang het een zonnetje schijnt, het niet al te koud is, zijn we helemaal vergeten dat we
Misschien tegen de eerste koude novemberdag plotseling geen gas meer hebben. 20 graden nu weer komende week. Ik ga even het raam aan. Ja, over hitte gesproken. Dus moeten we even wat connectie maken, dat het open kan. Maar Poetin is trouwens wel in dat stadion geweest. Hè? Daar heeft hij wel die toespraak gehad. Ja, zeker. Mensen. Zeker, ja. Maar dat is waar. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Oh. Ja, een paar weken geleden. Dus daar waren wel natuurlijk al die mensen met die vlaggen en die juichten hem toe. Ja, nou ja, goed. Dat was ook allemaal keurig georganiseerd natuurlijk. Ook propaganda. Zo goed als dat ook in het Nazi-Duitsland allemaal tip-top georganiseerd was. Want vergeet niet, dat gold trouwens ook voor de bolsjewistische Sovjet-Unie. Die al deze dictatoriale systemen, ze zijn tip-top in het organiseren van poppenkast. Er zijn altijd optochten, toogdagen, bijeenkomsten, gezamenlijk zingen, sporthelden, die hele wereld hoort erbij. Allemaal met de bedoeling om je te identificeren met het collectief. Wit-Rusland doet dat minder, hè? Ik zie Lukashenko zie je nooit echt op zo'n manier. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet veel te weinig van Wit-Rusland om daar iets verstandigs over te zeggen. Bovendien, we hebben gezien natuurlijk dat Lukashenko kort geleden nog een volksopstand in Minsk, daar kun je toch wel van spreken, met harde hand heeft neergeslagen. Ik geef ook niks voor zijn toekomst. Ja, nu ziet het er beroerd uit, maar je begrijpt wel dat niet de laatste keer zal zijn geweest dat ze in Minsk denken, goede God nog aan toe, laten we als het mogelijk is ons aansluiten bij West-Europa. Dat is natuurlijk ook wel een aardig moment, dat op een moment als dit zie je eigenlijk, dat wil natuurlijk over West-Europa ook van dit is niet goed en dat is niet goed en de EU is niet goed en dat deugt nooit wat in principe. Maar je ziet op een moment als dit wat de keuze is. Hè? Er is een keuze tussen een gebrekkige en vaak niet fijn opererende democratie en een politiestaat. Waar je gewoon op straat voor je kloten geschoten wordt als je een protestbord met je meedraagt. Of in de gevangenis gemarteld wordt. En als er een keuze is, dan kies je als je in Minsk woont voor West-Europa. Hoe groot misschien ook de dagelijkse problemen daar zijn. Dan kies je niet voor de politiestaat. Nee, en in dat kader kan ik me Poetin wel voorstellen dat hij denkt, ja, met Lukashenko, we hebben dat gezeik gehad met die mensen die hem eigenlijk weg willen hebben. Daar heeft hij moeten ingrijpen. In Oekraïne, daar is een nieuwe regering. Dus hij ziet natuurlijk wel, die buffer, die brokkelt helemaal af. Dus ik snap. Zo is het, ja. En op den duur zal dat waarschijnlijk ook wel doorzetten. En daarom lijkt mij ook een goed idee om nu ook door te pakken wat betreft het EU-lidmaatschap. Hoe problematisch dat ook mogen zijn. Hoe zeikerig Rutte daarover zal zijn. Hoe zie je ze ook ongetwijfeld bij Klingendaal weer zullen zeggen, ja, dat moet je niet doen. Geef complicaties en ga ze maar door. Het brengt ons niet dichter bij een derde wereldoorlog, denk je? Nee, dat denk ik niet. Er wordt wel heel erg makkelijk gesproken over derde wereldoorlog. We hebben ons natuurlijk geweldig af laten bluffen met dat verhaal van Poetin die tegen die generaal zegt van jongens, zet de zaak op scherp. Ik denk, atoombommen, raketten. Precies, het was eigenlijk een dagelijkse handeling, begreep ik later. Nou, dagelijkse handeling, maar het was natuurlijk goed georganiseerde bangmakerij. Het stelde niet zoveel voor eigenlijk. Er is niet heel veel veranderd. Het was meer het uitspreken dan dat het echt iets veranderde. Ja. Bovendien voert hij een oorlog in de Oekraïne die helemaal niet lijkt op een moderne oorlog. Ze doen het nog stommer dan ze het zelf in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Wat een gepruts. Hè? Het is een beschamende vertoning. Ja. Je wilde nog wat zeggen over die voorsteden van Kiev? Hoe daar is huisgehouden? Ja, die vreselijke dingen die daar gebeurd zijn. Al die honderden burgers die vermoord zijn. Waarmee ik op geen enkele wijze wil schoonpraten wat daar gebeurd is, maar dit zijn dingen die in elke oorlog gebeuren. En zeker het werk zijn van gefrustreerde soldaten. Die hebben eindeloos gevochten. Waarschijnlijk massa's gesneuvelden gehad. Ze hebben niets bereikt. Het is een volledig mislukt daar. Ze hebben heel die streek hebben ze uiteindelijk ontruimd. Ja, dan krijg je dit soort van reacties. Er zijn ook genoeg verhalen natuurlijk bekend van Amerikanen in Vietnam, dat een hele bevolking van zijn dorp werd uitgemoord. Ook vaak uit frustratie, het wordt niks. Ze zijn als geen van die lui is te vertrouwen, je weet het maar nooit. Ze zijn allemaal verraders. Nou ja, zo die verraders, ze zijn natuurlijk al onmenselijk door dat
door hun eigen propaganda. Het zijn nazi's, ze zijn nooit te vertrouwen enzovoort enzovoort. En dan krijg je dit soort van situaties, ja. Hoe jonger de soldaten zijn, hoe erger ze waren, zeggen de inwoners van die dorpjes daar. Ja, dus die hebben minder moreel besef, dat is wel duidelijk. Hè? Dat is ook iets wat je in de loop van je leven misschien verwerft, moreel besef. Maar natuurlijk heel veel 16 of 17-jarigen hebben niet veel moreel besef. Want waar hadden ze dat op moeten pikken, laat staan in zo'n onbeschrijfelijk klote land als Rusland is. Ja. En in zo'n onbeschrijfelijk klote leger als het Russische leger. Ja. Krijg als eerste een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Volg ons op Apple Podcast en op Spotify. Wij Nederlanders, wat een volk. Hè? De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.